Vandaag ben ik in de Piet Hein Eekstraat in Eindhoven en bezoek ik designer Piet Hein Eek. Hij werd bekend door zijn kast van sloophout, maar inmiddels maakt hij veel meer van verschillende materialen. Eind oktober ontving hij de eerste designprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant. En vandaag bezoek ik hem hier in zijn atelier. Ik kwam hier aanrijden en toen zag ik een bordje, het straatje van Piet Hein Eek en vervolgens een enorm imperium. Ja, dat straatje is een grap van personeel, omdat ik 50 werd. Dat is niet mijn idee. Oké, nou wel een leuke verrassing. Ja, vooral ze hebben er zelf heel erg veel plezier om gehad. Dus. Toen ik rondkeek, dit is gewoon eigenlijk bijna je eigen dorp, hè? Waar je bedrijf huist. Wat zit hier allemaal? Ja, het is een groot gebouw en daar zit alles wat wij doen onder één dak. En dat is ook wat ik altijd wilde. Het is in principe de fabriek in het hart. Dus waar we de spullen maken, dat is echt het centrum van het hele gebouw. En daaromheen zitten dan de showroom en winkel. En de kantoren zitten daar ook. Waar we nu zitten, dat zit er ook aan vast. En dan hebben we nog een galerie boven. En daarboven zit nog de zonderkamer. En dan hebben we nog een restaurant. Hoe oud was je eigenlijk toen ontwerpen grotere vormen begon aan te nemen bij jou? Toen ik 13 was, knutselde ik van Lucie Verhuis. Maar ik begon al veel eerder. En ik heb is toeval, want gisteren... Heb je hier iets liggen? Was mijn dochter dus hier. En die zei, dit is mijn erfenis, hè? Pap, dat moet je eigenlijk wel opbergen. Mijn vrouw zegt altijd, het meest waardevolle zit in dat kubnaalde doosje. Dus het huis was op schaal van dit stoeltje. En dat stoeltje maakte dus een schommelstoel. En dan kasten met scharnieren, het zijn er overigens een paar van afgebroken. En ik maakte al van heel jongs af aan maquettes en modellen. En later, dus na mijn 12e, 13e, begon ik ook echte producten te maken, zeg maar. Maar dat was allemaal hartstikke lelijk, hoor. Wat is het verhaal dat jij ooit tegen een docent hebt gezegd, als je mijn kast niet mooi vindt, dan steek ik je huis in de fik? Heb je dat ooit gezegd? Ja, nee, niet gezegd, maar een dreigbrief gemaakt. Krantenknipselletters zo, maar met mijn naam eronder. Dus we hadden ontzettend veel plezier gehad. We hadden dus vrijdagavond op de keukentafel, had ik zo, nou, als je mijn werk niet mooi vindt, steek ik je huis in de fik. Piet Hein Eek eronder, in een envelop gedaan en toegestuurd. En had hij het hele weekend wakker gelegen. Jouw samenwerking met IKEA, hoe is die tot stand gekomen? Ja, eigenlijk, iedereen denkt dat altijd dat het heel ingewikkeld is. En dat is ook zo, want volgens mij is er niet een manier om met IKEA te gaan werken. Want je zou niet weten waar je een brief naartoe moet sturen. De handgemaakt, serie geproduceerd, het sterkste is, dat zijn eigenlijk de theedoeken, maar ook de glaasjes. Dit is persglas, dus waar je normaal als je zo'n kopje laat vallen wat in 10.000 stukjes kapot valt, wat iedereen thuis heeft. Ja. En dit, wat je net vertelt, dit is gewoon een beetje schots en scheef. Wat je heel goed kan zien is dat die vlakjes in elkaar doorlopen. Het licht valt. Oh ja, ik zie het. Dus ja. Het is echt geklungel van heb ik jou daar. En de grap is natuurlijk, als je weeft, dan het enige wat echt makkelijk is strepen en blokjes. En dat heb ik dus zitten verpesten. De meeste mensen weten dat je kasten maakt en tafels, maar je ontwerpt nog veel meer. Ja, dat is een beetje ook door het pand overigens, maar heel erg uit de hand gelopen. Want het is dus nu, ik maak ook horloges en kleinere producten, maar dat doet bijna elke ontwerper wel. Maar door het gebouw zijn we weer gevraagd om andere gebouwen te doen. En ik deed wel al verbouwingen en soms een huis of wat dan ook. Maar nu doen we hele herontwikkelingen en van alles. Dus we hebben ook een architectuurbureau nu. En alles bij elkaar, dan wordt het steeds breder. En dat is ook weer de chaos. Hè? Dus als er heel veel bij elkaar komt, dan krijg je allerlei synergie. Die je niet krijgt als je maar één dingetje doet. Dus. Ja, en toch nog een beetje rust in de chaos. Ja, ook heel veel rust in de chaos. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Leuk.